Nou, Tien, daar gaan we. Ik vind het wel spannend. Back at it again. Oké. Even hoor. Wil je er helemaal op? Ja, kijk maar even wat jij leuk vindt. Telefoon van Wil mee. Echootje mee. Kijk nou. Is het geen schatje? Nou, deze is echt te cute. Ja, wel leuk hè? Leuk. Hallo. Ja, je ziet het aan de titel en de thumbnail die je hiervoor zag. Ik ben weer zwanger. Wauw, waar ga ik beginnen met vertellen? Het is zoveel. Om te beginnen denk ik dat ik weer zwanger ben en dat we er heel erg blij mee zijn en heel erg gelukkig. Dat ik al op de helft ben. Yep. Ik heb dit 4 maanden niet verteld aan jullie, verzwegen. Omdat we heel graag eerst alle onderzoeken af wilden wachten. En het waren er nogal wat afgelopen maanden. Van onszelf, op mijn chromosoomafwijking, op de hartafwijking die Krijn had. Ons babytje die overleden is. De gewone onderzoeken die je als zwangere ook gewoon nog hebt. Dus het was heel erg veel. En ik wilde gewoon heel erg graag even afwachten. En zelf eerst kunnen voelen. Ja, er komt weer een babytje aan. Ja, ik begin het te geloven voordat ik het andere mensen wilde vertellen. Dus we hebben het tot vandaag aan bijna niemand verteld. Alleen mensen die dichtst bij ons stonden, staan. En nu voelt het goed om aan iedereen te vertellen. Sinds we vanochtend de 20 weken echo hebben gehad en alles er gewoon goed uitzag. En dat is echt een pak van ons hart. Ja, ik had me gewoon voorgenomen dat ik nooit meer online hoefde te vertellen dat we een kindje zouden verliezen. En dat hoeft gelukkig denk ik ook niet meer. Dus ja, ik ben al op de helft en ik voel me super goed. De hele zwangerschap eigenlijk al. Voor wie mij niet kent, misschien ben je op deze video gekomen omdat je houdt van zwangerschapsaankondigingen. Maar verder mij niet kent. Ik heb dus afgelopen maart zijn we ons zoontje verloren. We hebben hem Krijn genoemd en hij is overleden aan een hartafwijking. En hij is dus stilgeboren. Wat zou ik hier ook weer over vertellen? Zwangerschapsbrein. Oh ja, dit ging over hoe ik me voelde. En in mijn vorige zwangerschap voelde ik me heel erg ziek. En heb ik eigenlijk al die tijd een onheilspellend gevoel gehad. En toen dus bij de 20 weken echo bleek dat het niet goed was. Ja, toen vielen voor mij echt heel veel puzzelstukjes op hun plek. En sinds het begin van deze zwangerschap voel ik me eigenlijk gewoon heel erg goed. Ik ben natuurlijk wel een beetje misselijk en moe geweest in de eerste 12 weken. Maar het was niets vergeleken bij wat ik van de vorige zwangerschap inmiddels gewend was. En dat was wel echt een soort van houvast voor mij, deze zwangerschap. Dat ik het toen destijds heb aangevoeld. En dat nu mijn intuïtie dus me waarschijnlijk ook probeerde te vertellen dat het wel goed was. En gelukkig is dat zo. En dat is een enorme opluchting. Ik heb geen zwangerschapssecrets pregnancy vlog of zo voor jullie opgenomen deze keer. Voor het eerst dat Tien en ik dat niet hebben op ons kanaal bij een zwangerschapsaankondiging. En dat was heel erg bewust, omdat ik het er gewoon voor mezelf eventjes niet bij wilde hebben om ook nog de druk te hoeven voelen van een vlog maken. Want voor mij zat dat heel erg samen met de angst dat ik die beelden uiteindelijk nooit zou kunnen gebruiken, omdat bijvoorbeeld de zwangerschap mis zou gaan. En dat idee vond ik gewoon heel erg moeilijk. Dus ik heb een bewust geen gemaakt, een beetje saai voor jullie, maar ik denk dat de meeste van jullie het wel zullen begrijpen. Deze video is verder ook niet bedoeld om helemaal uit te weiden over hoe en wat. Misschien dat ik dat nog wel een keertje ga doen. Maar voor nu moet ik zeggen dat ik zelf ook nog heel erg bezig ben met de afgelopen maanden verwerken en processen wat er allemaal is gebeurd. En moet eerlijk gezegd het nieuws ook nog heel erg landen dat er echt een babytje aankomt. Want ik zei vanochtend nog tegen Jury in de auto van na de echo die gewoon hartstikke goed was. Van jeetje, durf jij het nu hardop te zeggen? Van er komt weer een baby. En toen zei hij van nou nog niet helemaal. En toen zei ik nee, dat heb ik ook wel een beetje. Een kindje wat je verliest, dat gaat je echt niet in de koude kleren zitten. En dat merken we des te beter ook in deze zwangerschap weer. Maar desondanks dat het heel pittig is, is het ook heel erg mooi. Gewoon zo ontzettend dankbaar en verliefd op dit kindje en deze zwangerschap. In mijn komende weekvlog van maandag neem ik jullie ietsjes meer mee in het proces. Omdat het in een weekvlog, nu ik het kan delen, wat makkelijker is. Omdat het persoonlijk, echt een persoonlijk kijkje in mijn leven is. En nu heb ik niet zoveel beelden om te laten zien of te illustreren hoe dingen zijn gegaan de afgelopen tijd.
Maar in mijn weekvlog van maandag krijg je echt wel een mooi kijkje in hoe deze week bijvoorbeeld voor ons is. Zeker die kijken. En ik denk dat ik nog wel een Q&A ga doen. Maar voor nu gaan we eventjes op een grote roze wolk rabbelen. En echt even genieten vandaag en de komende weken van dit nieuws. En ook stilstaan bij Kraantje ondertussen die rond deze periode overleden is. Over 2 weekjes dan ongeveer. En dan zal ik over een tijdje denk ik wel meer delen. Oh ja, en het geslacht, dat gaan we nog met jullie delen. Maar we hebben zelf nog niet iedereen in onze omgeving echt heel erg uitgebreid gesproken over deze zwangerschap. Dus dat houden we nog heel eventjes voor onszelf. Maar ik ga het wel delen. Waarschijnlijk op Instagram met een, weet je wel, een fotootje of iets dergelijks. Want er is verder ook geen spannende gender reveal van te maken. Want wij weten het geslacht ook alweer 8 weken, geloof ik. Ja. Dus we zijn er ook al helemaal aan gewend. Dus geen taarten en ballonnen en dat soort dingen. Maar ik zal het zeker eventjes delen. Dank jullie wel voor het kijken. En ook voor de immense steun die we afgelopen half jaar van jullie hebben gehad. Rondom het verlies van ons zoontje. En waarschijnlijk de vreugde die jullie nu ook weer met ons gaan vieren. Super, super bijzonder en lief. Dat wou ik nog eventjes zeggen tegen jullie. Dus dank jullie wel. En tot snel. Doei!